De Chinese ambassadeur in Suriname, Han Ying, zegt dat in 2024 er naar gestreefd zal worden om het politieke wederzijdse vertrouwen tussen China en Suriname te verdiepen. Ook zal binnen de China-Suriname-relatie het bevorderen van hoogwaardige uitwisselingen hoog op de agenda staan. Ambassadeur Ying sprak vandaag tijdens een mediabriefing in de Chinese ambassade en gaf een presentatie over ontwikkelingen binnen de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en China. De perspectieven in de samenwerking met Suriname voor 2024 kwamen eveneens aan de orde. De ambassadeur liet weten dat dit jaar het vijfde jubileum van de oprichting van het strategisch samenwerkingspartnerschap tussen China en Suriname markeert. Both sides should maintain the momentum of last year's close interaction, strengthen exchanges and cooperation across various fields, and create favorable conditions for high-level engagement. I will know that President Santoki has expressed its wish to pay a state visit to China. I think the two sides will keep make discussions and preparations for this possible visit. De ambassadeur gaf verder aan dat de Chinese overheid ernaar streeft om de praktische samenwerking met Suriname te bevorderen. Daarnaast is het doel om de economische en sociale ontwikkeling van Suriname te ondersteunen. And the President Santoki's leadership, Suriname has implemented various reform measures. Efforts have been made to control exchanges, rates, fluctuations, and debt reconstruction negotiations. Also, we have progressed smoothly. China has not only provided assistance to Suriname within its capacity, but also support Suriname in securing the IMF loans. China has consistently approached debt reconstruction negotiations with Suriname in a friendly and constructive manner, refraining from pressure on Suriname. We never press our Surinamese friends for debt repayment and always engage with Suriname in a friendly and constructive manner. Ambassadeur Ying zei dat het organiseren van diverse evenementen ter bevordering van mens-tot-mens uitwisselingen ook op de agenda staan voor 2024.